Ja. Oh. Lief dagboek. Vandaag was echt leuk. We wezen zwemmen. Of nou ja, de jongens. Ja, want samen met Esther heb ik lekker liggen zonnen op het gras. En echt iedereen had het naar zijn zin. Ja, behalve Rosalie. 12 weken zwanger en ze gedraagt zich letterlijk als een prinses die echt niks meer kan. Ze blijft maar drammen dat Hans met haar mee naar huis moest. Hij twijfelde eerst. Maar gelukkig ging Suzanne met haar mee. Dus kon hij bij ons blijven. Lig je nou nog steeds in je bed? Ik heb geen zin. Ben je vergeten welke dag het is vandaag? De bruiloft. Precies. Je jurk hangt al klaar in de badkamer. Mam, ik voel me gewoon niet goed. Het is uit. Rosalie en ik hebben het er nog eens een keer over gehad. En het is nu 2 weken geleden en wij vinden dat jullie nu eens als volwassenen moeten gaan gedragen. Dus hup, uit je bed. Ga je opfrissen. Over een uur word je verwacht bij Lucas. Mam. Stel me niet teleur, Isabella. Hey. Hey, je bent te laat. De bruiloft begint al over een uur. Ja, sorry. Olivier werkt al zo lang. Ik wil gewoon echt niet te laat komen. Het is je neef. Ja, maar ik ken de helft van die familie niet. En het wordt gewoon awkward. Maar misschien leer je ze wel kennen. Nou, de Van Kampen zijn geen goede mensen. Daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Ja joh. Je moeder was een Van Kampen. Lekker boeiend. Weet je toch dat jij geen criminele dingen doet? Mm-hmm. Of vind je het... vervelend dat Thomas en Ashley komen? Een beetje. Ja, die hele bruiloft wordt toch één kille bedoeling. Ja, echt hè? Als Angelique het jouw heeft gegeven, wordt ze gewoon onterfd door de oma. Ja, nou net Romeo en Julia toch? In Nieuwland. Nou, hopelijk gaat er niemand dood. Hoe zie ik eruit? En waag niet om apart te zeggen. Nee, prachtig. Ja? Ja. Maar voor wie doet jij ze op? Voor mezelf natuurlijk. Oh ja, voor jezelf. Werk ze. Jojo. Hey jongens, ik ga alvast. Doei man. Doei. 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 Hey Vera, jij met ons mee? Nee, ik ga wandelen. Wandelen? Oké. Maar geen gekke dingen doen. Ik beloof het. Oké dan. Gaat alles goed? Ja. Werk is leuk. En met jou? Ik bedoel, kan je al wennen aan het feit dat je vader wordt? Nee. Ze zeggen dat het komt als je kind voor het eerst vasthoudt, maar ja, daar hoop ik dan ook wel op. Ik denk dat je een perfecte vader wordt. Echt? Ja. Vroeger dacht ik... Als ik dan toch per ongeluk zwanger zou worden, dan komt het wel goed. Dan zou je voor altijd voor ons zorgen en bij ons blijven. Ik moet maar eens gaan. Je hebt gelijk. Ik zou je nooit in de steek laten. Dat heb je al gedaan. Ja. Angelique heeft geholpen, maar hij werkt ook super veel in het café daarnaast, want hij kan helemaal niks alleen. Maar goed, dus hij werkt super veel en oh my god. Ik ben zo blij dat je erbij bent, pap. Ik ook. Er hangt wel een gezellig sfeertje hier, hè? Hoe komt het toch dat die dochter veel van die rare vrienden heeft. Ik weet het niet, man. Die had haar nooit naar de kunstacademie moeten sturen. Denk je dat opa ook zo komt? Als hij de begrafenis van je moeder mist, denk ik dat hij de bruiloft van zijn kleinzoon ook overslaat. Ja, maar waarom? Emma, je moet blij zijn dat je hem niet kent. Hij stuurt mij elk jaar een verjaardagskaart. Hij weet wie ik ben. Laten we het hier niet over hebben. Kijk, doe die telefoons weg. Wat doe je hier eigenlijk? Je moeder had me uitgenodigd. Ze vond dat we het nog een kans moesten geven. Ongelooflijk. Ik weet het. Kunnen we gewoon beschaafd deze dag doorkomen? Prima. Zijn jullie weer samen? Onze moeders hebben dit bedacht. Awkward. Hey, wat ben je aan het doen? Het is te rustig hier. Oh, vanwege de bruiloft. Thee? Bruiloft? Ja, thee. Emma's neef die gaat trouwen met Angelique. Een soort van Romeo en Julia, verboden liefde, Nieuwland. Verboden? Ja, klopt. Moet jij er naartoe dan? Nou, ik was wel uitgenodigd, maar ik moet werken. Helaas, zodra ik hier ben. Hé, hey, luister, ik zat ergens over in. We hebben nog steeds geen verse munt, hè? Maar, daar komt ie. Ik dacht, misschien lijkt dit er wel op. Dankjewel. Maar serieus, ga naar die bruiloft. Er is hier echt helemaal niemand. Dan ga ik mee als je date. Echt? Ja, ik hou van bruiloften. Oké. Okay. Nou, de ceremonie is net begonnen, maar we kunnen wel later met feest gaan als je wil. Ja? Oké. Okay. Dan ga ik me even omkleden en dan zie ik je straks. Oké, ja. Oké, tot straks. Tot zo. Olivier Willem van Kampen. Neemt u Angelique Elisabeth Victoria Verboom aan tot uw echtgenote en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen. Olivier, wat is hierop uw antwoord? Ja. Angelique Elisabeth Victoria Verboom. Neemt u Olivier Willem van Kampen aan tot uw echtgenoot en belooft u getrouw alle plichten te zullen voldoen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dan mogen jullie de ringen pakken en elkaar de ring om de ringvinger schuiven. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de gemeente Cedric dat u door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. U mag de bruid kussen. Grote erfenis voor ons. Ja, precies. Mag ik een biertje? Zo, Sander. Ben je er ook weer eens bij? Zeker. Ik had deze mooie bruiloft niet willen missen. Jij bent ook niks veranderd. Neem het aan als een compliment. Nog steeds de naïeve jongen die gelooft in de ware liefde. En die denkt dat dit soort bruiloften mooi zijn. Jij bent nog steeds een ijskast die trouwt voor geld en status. Er is niks mis met een huwelijk om een stabiel leven te creëren. Zelfs niet als er af en toe een scheve schaats gereden wordt. hoorde trouwens dat Vera een dochter heeft. Van Lucas' leeftijd. Wat wil je daarmee zeggen? Niks. Gek dat we er niets van wisten. Vera was een bijzondere meid. Met een hoop geheimen. Waar is Willemijn? Die is even roken. Waar is jouw date? Ik ben alleen gekomen, man. Alleen? Wat zielig. Ik ga even nu gissen. Nou, gezellig. Ja, leuk hè? Zullen we even roken? Ja. Hey. Hey. Wil je met mij dansen? Nou, daar heb je vriendin voor, toch? Isabella is niet mijn vriendin. Onze ouders hadden dat bedacht. Oh. Dus. Wil je met me dansen? Mag dat wel van je familie? Zeer zeker niet. Kom je? Hey Jo. Yes. Weet je waar ik aan zat te denken? Nou. Ik denk niet dat het verstandig is. Nou en? De wc-hokjes zijn groot genoeg. Wat? Wat als iemand ons ziet? Oeh, dat is erg. Dansen met een Verboom. Nee, nou. Nee, ga weg mee. Als het om Emma gaat, denk ik al dat ze over je heen is. Ik kan me vinden bij de wc-hokjes. Zullen we? Zo te zien kunnen onze kinderen het wel met elkaar vinden. Is hij nou met Emma? Waar is Isabella? Weet je nog, toen we in groep 8 tijdens de musical moesten dansen? Ja, dat weet ik nog wel. Ik vond het zo spannend om op het podium te staan en toen moest ik nog dansen met jou. Doodeng. Dans met mij was doodeng. Je ging altijd op mijn tenen staan. Sorry daarvoor. Nou, je hebt mazzel dat ik toen verliefd op je was, anders had ik denk ik terug. Je was verliefd op mij? Enorm. Dat je dat niet wist. Ik liep altijd zo te stotteren als ik tegen jou praatte. Dat doe je nu niet meer. Ik heb mijn zenuwen iets beter onder controle. Ja, ja.